Zo, mensen, zijn we weer. Dit is een nieuwe locatie. Probeer hem. Oh, auto gevonden. We zijn vandaag in Schoten. Nou, kijken hoe het hier gaat. We zien de laatste berichtgeving uit Schoten, hoop ik dat ik het overleef. Nou, we gaan eerst eens kijken of we hier iets kunnen vinden. Dus we gaan hartstikke idee naar halen. Ja, het is een enorme harde wind vandaag. Ik hoop dat de geluidskwaliteit een beetje goed zal zijn. Nou, veelbelovend begin. We trekken er gelijk iets uit. En dat is ook al gelijk niet heel erg licht. Zeg maar gerust waar. Ja. Een stukje uit ijs, hè? Met heel veel water. Zo, nou, ik weet niet wat dit is. Voor oud ijzeren nog, wat zo beloofd. Hopelijk dat er ook wat spectaculaire dingen bij zitten vandaag. Zeg maar het. Nou, wat hebben we hier? Wat zal het voor zijn? Een ton of zo? Nee. Nou, ik geloof dat hier echt heel veel in het water ligt. Het zijn ook allemaal stenen of zo. Hier loopt die wat vast en dan weer los. Nee. Eens even zien. Oh. Nou. Weer wat metaal. Ja, er zit hier ook tegenover de metaal allemaal. Of ze alles op het terrein houden. Nou, dat voelt alweer behoorlijk heavy. Holy fuck. Nou, kijk eens even. Een stukje rails. Dat is goed. Ik heb nog een bonus stukje. Ja, gaan we dit straks allemaal weer meenemen in de meegaan. Net een irritant randje hier. Je de tijd bijna strekken.
Hierna. Er is een stukje naar de taal. Het is wel heel veel. Waar is het? Scrap. Nee, je kan hier nog geen keer gooien of je zit gelijk vast. Het is echt ongekend. Oh, die schoot eraf. Tot de eerste keer met niks, denk ik. Oh, toch niet. Beetje hout ijzer. Klein viertje of zo. Een stukje kabel. Wat hebben we nu weer? Oh, die gaat niet mee. Trek jezelf hier een hernie, hoor. Niet normaal. Wat het is. Gadverdamme. Ja. Niet helemaal duidelijk wat dit nou is. Het is een beetje schoonmaken thuis. Ik weet niet of het een munt is of iets anders. Ik denk niet dat het een muntje is. Ik heb toch een beetje te licht daarvoor. Het is hier pittig magneet vissen. Alles is zwaar. Maar ja, we mogen niet klagen. Straks toch even een klein stukje dichter naar de bewoondere wereld toe. Ja, ik vind het heel leuk, het is allemaal oud ijzer, maar ja, ik heb toch nog iets interessanters kunnen lessen. Oud ijzer genoeg in elk geval hier. Ik ga jullie weer even poetsen, want de vorige keer zat er heel veel sputters op de lens. Echt heel veel. En nu weer de meest gekke dingen die zie je uit. Kijk eens. Geen idee, het lijkt wel iets van een elektrisch apparaat of zo. Ik heb er een koelkast of zo, ik weet het niet. Geen idee. Wat
fijne rotzooi. Spijkertjes. Oké, 1, 2. Joep. Wat? Oh jee, heel vast. Oh. Zo zeg. Tijdje niet naar de sportschool geweest vanwege wat fysieke ongemakken. Dat wordt hier ruimschoots gecompenseerd. Oh mijn god. Dat ik de maar krijg. Ja. Kijk u eens even aan. Als je daar niet langs kan krijgen, niet eroverheen, dan zit je toch mooi. Dus ik heb dan de magneet er nog wel af te trekken. Nou, dan komt weer wat. Oh mijn god. Tja, zeg hem maar. Hè? Nou, en dit komt ook weer uit een heel groot iets. Genoeg te doen hier, maar het is allemaal net een beetje aan de grote kant, moet ik zeggen. Echt ongekend. Nou, je voelt hem gewoon open, aan en dan pik je iets op, gelijk als je hem erin gooit. En daarna dan voel je nog gewoon een 2-3 keer dat hij tegenaan klakt. Nou, kijk eens even. En dan hebben we die weer. Nou, staaf. Die kunnen we gewoon zelf veilig meenemen. De bucket. Zienig. En wat hebben we daar dan? Oh, een sombrero of zoiets. Van metaal. Zeg het maar. Oh, kijk eens. Bijvangst. Een munnie. 1 euro geloof ik. 1 eurocent dan. Grappig. Zie je niet veel meer. Niet meer gebruikt. Dat kan wel een oude cent zijn. Ik weet het eigenlijk niet. Zien. Kunnen zien. Nou, dat lijkt me een stuk van de fiets. Stellingen. Dat is een idee.
Goedemorgen. Nou, next find. Nou, weer wat metaal voor de oude ijzerboer. Jeetje. Nou, stukje pep. Met de nodige blubskel erin. Nou, zo. Nou, even een paar worpen hier. Dan ga ik verder terug. Dan hoop ik dat we daar meer in het criminele gebied komen. Oh jee. Okay. Yeah. Klein grut. Nou, zullen we dit zo eerst eens even opruimen. Ik zou eigenlijk een grotere auto moeten hebben. Er is hier zo een paar eurotjes bij elkaar. Ja, grote dingen kan ik niet meenemen. Oh jee, wat zit er nou weer aan? Die ging eraf. Tja. Weer wat oud ijzer. Dus de kabel. Aan het werken met dit. Dat jullie verdorie een beetje lekker op de bank kunnen zitten. En niet abonneren. Dus. Gewoon deze inspanning nou eens een keer. Oké. Met wat meer abonnees. Voor met deze magneet. Ik heb toch nog net los trekken. Als je iets te zwaars eraan hebt. Oh. Ik weet niet wat hier allemaal ligt. Maar. Ik weet wel dat er elke worp nog iets aan heeft gezeten. Het is dit keer wel heel erg sumier. Zo, laatste worpje hier. Ga ik even de boel een beetje netjes maken. Nou, natuurlijk wel. Lekker briesje ook. Heerlijk. Nou, dat voelt nog weer interessant. Oh, komt er nog wat bij? Nee, dan komt hij eerst achter en dan schiet het eraf, lijkt me. Maar dat maakt hier niet uit, want dan pik je een paar centimeter verder wel weer iets op.
Nou, weer een breuk aan het zelfs. Oh. Ja. Ja hoor. Nou, deze kunnen we nog wel meenemen, denk ik. Hè? Voor de nodige kilootjes. Zo. Nou, ga jullie even uitzetten. Zo, zijn de mensen. Verderop. Anders is. Hetzelfde irritante randje. Nou, hier hebben we een steigertje. Mag je niet opkomen, zeg. Maar niet. Nou, het verschil is gelijk voelbaar. Voelt weer leeg. Maar leeg is het. Hé, kijk. Klimmetje vast te zetten. En dan hebben we weer zo'nzelfde rakker die we net ook hadden. Geen idee wat het is. Het is hier meer het kleine spul, geloof ik. Alhoewel. Niks. Ja, de vondsten zijn hier een stuk kleiner. Beperkt hier tot wat kleine dingetjes. Ja, dat vind je niet leuk natuurlijk. Dit is ook mooi. Wacht eens even. Voel ik wat. Sterker nog, dat doet helemaal niets. Is het gar niets? Dat is ja niet toll. Alles wordt het hele gewicht. Geert, zit ik hier? Wat is dat dan? Ik weet niet wat het was. Ik wil het even zien. Even daar bij de brug. Ja, dat voelde dan weer wel iets, maar ik geloof niet dat het meegenomen wordt door ons nog niks. Ik heb niet echt niet.
lekker analyse. Nu? Nou, zeg maar gewoon niks. Nou, laatste op. Even ergens anders gluren. Dit schiet ook niet op. Nou, we gaan even verkassen mensen, want ja, lukt het wel. Tot zo. Zo, nou, zijn we weer. Andere kant. Ik hoop op kan dippen. Ach, verdorie zeg. Nou, zie eens even aan. Een enorme inbussleutel. Maatje. Geen idee. Te groot voor de björn, denk ik. Nou, kan best wel eens pas komen nog. Er zit wel iets aan in dit geval. Nou. Ach. Ik zie een standaard. Ik sta er zo. Hij is magnetisch, dat sowieso. Die gaat er al af. Ligt er nog niet zo lang, denk ik. Nou, kijk ook nog meer licht. Wellicht dat de rest er ook nog ligt. Dit is iets van een likje of zo. Nou, nog een keer daar eens ook iets proberen. Openingstier is minimaal. We gaan even de magneet schoonmaken.